Lassie redt zijn baasje. Bobby staat Kuifje steeds weer bij. En Zorro heeft zijn paard. Maar wie leert deze sterren al hun trucjes? Maak kennis met Walter. Hij traint al 25 jaar dieren voor film, tv en theater. Ik had toen ik een jaar of 14 was, geburen. En die mensen waren eigenlijk al iets te oud om nog met die hond te werken. Die hadden de vitaliteit niet meer. Die hebben aan mij gevraagd, maar ze zagen dat ik constant met die hond bezig was. Of dat ik met hun hond wou gaan werken in de hondenschool. En zo is het eigenlijk gestart en eigenlijk nooit meer gestopt. De meeste tv-reeksen waar dieren naar voren komen, die hebben wij wel getraind. Ook Windkracht 10, de hond die daarin meespeelt, Nelson, die hebben wij ook getraind. Rustig. En dan Bobby uit de musical Kuifje. Ja, dat is flink, zeg. Goed zo. Come on. Hopsa. Come on, ze. Come on, ze. Come on, de basis om met een dier te werken voor film en theater is gewoon zoals in een gewone hondenschool eigenlijk. We starten dus met een basisopleiding die je doorgaans geeft in een gewone hondenschool. En dan wordt er aan de hand van het script worden er verschillende dingen bij aangeleerd. Dat wil dus zeggen dat die hond ook moet gaan werken voor een vreemde persoon. In de meeste hondenscholen werkt de hond enkel voor zijn baasje. Hij mag zelfs niet luisteren naar iemand anders. In ons geval is het zo dat die hond wel moet luisteren naar vreemde personen. Ik zou rustig laten stappen naar het toe, zonder dat ik de lijf aan het vasthouden dat ik eruit stond. Ja, dit is Boran, een bouvier-ruitje van 7 maanden. Die komt eigenlijk uit donkere ouders, grijze en zwarte ouders, en toch is hij blond. En daarom heb ik het eigenlijk gekozen, dat een aparte kleur was. Een hondje dat niet iedereen heeft. Los, Boran. Dat is de afspraak niet. Los. Met deze hond zitten we echt wel in het beginstadium. Ja, er zit dus nog niks van pure africhting in. Dus gewoon basis aanleggen. Leren omgevingsfactoren leren kennen. Socialiseren. Wat springen. Maar niet echt zware africhting. Kom maar, kom maar. Hop, hop. Goed zo. Wat ook heel dikwijls moeilijk is. Het zijn bewegende of gladde ondergronden. Als honden dat niet gewoon zijn, dat is gewoon op grastapijten en zo rond te lopen. Of in de woning. Gewoon vast tapijt, dan kennen ze zulke dingen. Ik kan zeggen dat het wel gebeurt dat je op ondergronden moet werken die ze totaal niet kennen. Dus daarom is het handig om zulke dingen ook te oefenen. Kom, kom, kom. Rustig, rustig, rustig. Vooraan, zit, zit. Liggen, dat is het. Dat is liggen. Zo, kom maar. Kom maar, kom maar. Rustig, goed, rustig, 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 rustig. Zeg, hier wordt hij een beetje onzeker, omdat het ook hoger van de grond hangt. Kom hier, kom, kom. Een hond kan ongeveer een half uur geconcentreerd werken. En het is aan ons om ervoor te zorgen dus dat we vroegtijdig stoppen, dat die hond nooit beu wordt. En dan kan je wel een hele tijd doorgaan. Je pakt rustpauzes en dan kan je doorgaan. Maar gewoonlijk proberen wij van op set niet meer dan 6 uur aanwezig te zijn, waarvan dat die hond ongeveer 2 uur werkt. Het is zo dat ik zeker in theater ook vraag voor een loge, dat die hond kan rusten daar. Want het is dus zo, een dier trekt altijd mensen aan. Het is zo dat wij er dan voor zorgen dat die hond wel zijn rust neemt. We zeggen, sorry jongens, maar je moet er wel afblijven, want anders kan die hond straks niet werken. Door de jaren heen hebben we gemerkt dus dat je met alle rassen eigenlijk kan werken. Vorige maand hebben wij een hond uit een asiel gaan halen. Die hebben wij speciaal getraind voor een show. En dat dier is na een maand, speelt hij dus eigenlijk nu mee in een theatershow. En dat is wel heel tof, omdat je dan merkt dat je een dier dat dan eigenlijk een heel slecht bestaan heeft, toch nog een heel tof bestaan kunt geven. En die hond is dan ook geadopteerd door twee mensen die daar in die show meespelen. Ja, je merkt dus wel dat er honden zijn die gereserveerder zijn, maar daar kan je dan minder goed mee werken op een filmset. Dus daarvoor is die keuze van die honden zeer belangrijk. Dat je gaat kiezen naar een hond die zeer sociaal is. Die zich makkelijk bindt naar personen toe. We hebben een castingsbureau voor honden. En daar kunnen wij dus een groot gedeelte van onze honden uit kiezen. Wordt er toch een hond gevraagd die we niet hebben, dan rijd ik rond. Ik ken verschillende hondenscholen waar ik regelmatig ga kijken. En daar probeer ik dan ook regelmatig dus honden uit te casten. Dus die worden opgenomen bij ons in ons bestand. Achter, achter, achter. Mooi, achter. Zo.